Hoi, ik ben Marlijn Twaalfhoven. Ik ben de componist van de opening van de Haarlemse Cultuurnacht. Op 8 september gaan we op de Grote Markt bij de Sint Bavo een groot muziekstuk maken. Ik ben dat aan het componeren, maar ik heb jou daarbij nodig. Want ik wil heel graag weten wie er allemaal mee kan doen. Ik zoek blazers, slagwerkers, iedereen die lekker geluid kan maken, bladmuziek kan lezen, zodat we op de Grote Markt een muziekstuk maken dat vanaf balkons, vanaf bordessen, misschien uit een dak of een raam en natuurlijk verspreid over de Grote Markt, overal klinkt. Dus als publiek sta je ten midden van het muziekstuk. De muzikanten staan verspreid over dat gebied. Het duurt ongeveer 3 kwartier en in die tijd zijn mensen die misschien toevallig over de Grote Markt lopen, die worden geraakt door iets wat misschien heel absurd of raar of bijzonder is. Er staat een trompetist die een mooie solo speelt. Dan komt er een antwoord van een hoorn. En in één keer gaan 10 tuba's meedoen. Roffels van slagwerk. Alles komt in een soort van golven. Flarden van melodieën. Eigenlijk bijna een soort versmolten met de geluiden van de stad. Het is dus niet een podium waar je met z'n allen zit. Waar een dirigent dat allemaal leidt. Nee, alle muzici hebben een klok. En we gaan gewoon stipt vanaf 8 uur. We volgen een tijdschema. Dus jij weet dan, ik speel een paar noten en daarna heb ik rust en dan hoef ik niet de rust te tellen. Je kijkt gewoon op je klokje en je weet precies op welke seconde je weer verder speelt. Dat betekent dus eigenlijk dat we ook niet het hoeven te repeteren dat iedereen precies gelijk speelt. We moeten het eigenlijk gewoon begrijpen. Je moet snappen hoe dat gaat met je muziek en met de klok. Je moet natuurlijk weten waar je moet staan en je moet zorgen dat je genoeg batterij hebt, dat je precies weet wanneer het 8 uur is, zodat je dan begint. Nou, ik componeer dus iets wat in tientallen groepjes verspreid gespeeld wordt. En ik ben nu natuurlijk heel erg de muzici aan het verzamelen. Wie kan er meedoen? Zodat ik weet wat voor stemmen ik kan gebruiken. Ik kan je dus niet al laten horen wat het resultaat zal worden. Het is niet als een klassiek stuk dat je gewoon kan luisteren en denk je, oh, vind ik dat leuk of niet? Nee, het wordt een avontuur. Het wordt iets dat wordt gemaakt op basis van iedereen die er mee kan doen. Nou ja, we zouden het liefst 100 spelers hebben. 8 september is een zaterdag. We gaan 's middags al repeteren. Zodat we dan eventjes allemaal er klaar voor zijn. Natuurlijk onze plekken zoeken. 's Avonds uitvoeren. In de week voorafgaand zijn er ook 2 gelegenheden waarin ik het stuk uit ga leggen. Waarin we het een keer door gaan spelen. Zodat je het goed snapt. En ik heb je nodig. Kijk wie je nog kent, wie mee kan komen en laten we er iets heel moois van maken op 8 september.